processierups houdt flink huis langs het afwateringskanaal bij de A2. Het pad is een geliefde route voor hondenliefhebbers die nu waarschijnlijk een andere route gaan kiezen. Een van de bekendste en ook meest genoemde gebouwen van Bokstel, Petershoek, is gesloopt. Het restaurant stond op de afslag van de A2 naar Bokstel-Oost. 26 jaar geleden werd deze afslag gesloten. Anno 2020 wordt er nog steeds gesproken over deze allesbepalende afsluiting en de daarbij horende verkeersproblematiek. Sinds begin dit jaar is er een webcam geplaatst in de nestkast van de kerktoren van Liemt. 24 uur per dag kun je meekijken met het wel en wee van de slechtvalken die er sinds 2015 broeden. Het is een initiatief van Natuurwerkgroep Liemde in samenwerking met de Heilig Hart Parochie. Op dit moment krijgen de twee jonge mannetjes en vrouwtjes vlieglessen en leren ze hoe ze prooien moeten vangen. Hevige regen en onweer zorgt woensdagavond voor veel overlast in Brabant, zo ook in Liemt. Voor sommigen leverde het schade op. Een enkeling zag er de lol wel van in. Wat doen jullie nou hier? Ja, lekker zwemmen. Zwemmen? Ja. Komen jullie uit de buurt? Ja. En toen, je zag dit en? Ja. Ik vatte mijn luchtbed en ik dacht, ik ga er lekker op liggen. Hartstikke leuk. Veel plezier nog. Dankjewel. Hè. Hadoe.